Niet alles is nog bereikt en niet alles zal binnen dit regeertermijn ook gedaan kunnen worden. President Chandrika Prasad Santokhi sprak deze woorden vandaag uit bij zijn jaarrede voor het dienstjaar 2024 in de Nationale Assemblée. Het staatshoofd begon zijn uiteenzetting met te stellen misschien wel te optimistisch te zijn geweest over het tempo waarin zaken konden worden rechtgezet. Misschien ben ik ook te optimistisch geweest over de slagkracht van onze coalitie. En we hebben ons misschien ook onvoldoende gerealiseerd dat agendas in werkelijkheid niet synchroon liepen. Terwijl we dachten goede afspraken te hebben gemaakt middels het regeerakkoord. Voorzitter, ik zeg dit niet als excuus, maar om de context te schetsen waar we vandaag staan en waar we naartoe gaan. Het staatshoofd erkende dat de samenleving een hoge prijs betaalt voor crisisbeheersing en zich bewust te zijn van de pijn die de hervormingsmaatregelen hebben gebracht en nog even zullen brengen. Ik sluit mijn ogen daar niet voor. Anders dan heel wat personen, ik wil ze geen tegenstanders noemen, maar wel op social media beweren dat deze president nog steeds die gewone man is van Lelydorp, voor Koffie Jongpo. Dezelfde gewone jongeman die weet waar hij vandaan is gekomen. Voorzitter, ik zie en hoor en voel wat mensen meemaken. En ik loop ook niet weg voor die pijn, die klachten en die frustraties. Ik neem die verantwoordelijkheid. En ik heb respect voor de offers die het volk heeft gebracht. In zijn jaarrede ging het staatshoofd ook in op specifieke beleidsgebieden, zoals de instelling van fondsen ter stimulering van de lokale productie van goederen en diensten. Maar er wordt ook verder gewerkt aan de hervormingen en de verzelfstandiging van de Belastingdienst Suriname. Enerzijds wordt het fiscaal stelsel gemoderniseerd en anderzijds wordt de Belastingdienst zelf gereorganiseerd. De hervorming van het belastingstelsel moet daarom integraal worden benaderd. En er zal gewerkt worden aan het vereenvoudigen en moderniseren van diverse fiscale wetten. Het buitenlands beleid en de diplomatieke betrekkingen met diverse landen kregen ook aandacht in de jaarrede. Terug op eigen bodem zei het staatshoofd dat de veiligheidssituatie en de rechtshandhaving in ons land zorgen baren en drastische maatregelen vereisen. Er komt een reorganisatie van het Korps Politie Suriname. Hiervoor zal er een reorganisatie plaatsvinden van het Korps Politie Suriname, versterking van de korpsleiding, als ook het benoemen van een korpschef. We moeten beseffen dat criminaliteit en criminelen niemand en niets onzien bij het plegen van hun meedogenloze daden. Voorzitter, we kunnen allen het slachtoffer worden van hun handelen. President Santokhi ging na de jaarrede ook in op de concrete cijfers van de begroting. Het begrotingstekort voor 2024 bedraagt 7,3 miljard SRD, wat gelijk is aan 4,1% van het bruto nationaal product.